Ivana, jij doet het roltafeltennis. Ja. En wie zijn jullie en kun je uitleg geven over jullie sport? Wij zijn de Tiels tafeltennisvereniging in Tilburg. En het is eigenlijk een tafeltennisvereniging voor jong en oud, alle leeftijdscategorieën. En we zijn nu ook bezig met een kliniek voor rolstoeltafeltennis. En hoe lang zit je zelf al bij de club? Bij deze club nu ongeveer 3 jaar. Hebben jullie ook wedstrijden en hoe ziet de wedstrijd er dan uit? We hebben zeker wedstrijden, we hebben competitie. Zelfs speel ik vanuit de tafeltennisbond competitie en dat is iedere vrijdagavond. En dan is het 3-3. Dus ik speel samen met mijn 2 teamgenoten tegen een ander team van 3. En dan heb je 3 enkelwedstrijden en 1 2-2 wedstrijd. Er zijn best wel heel veel clubs hier in de regio die competitie spelen, maar uiteindelijk word je met 5 andere clubs ingedeeld. Ja. Hoe vaak trainen jullie in de week? Zelf train ik bij de club 2 keer in de week en dan nog 1 keer bij een talentengroep. Het leukste aan de sport? Het heeft 2 kanten. Aan de ene kant is het echt wel een beetje het tactische spel, dat je nadenkt over wat voor spin je geeft, hoe je best kan serveren en ook weer wat voor bal je terug kan krijgen, zodat je voor jezelf zo fijn mogelijke bal krijgt. Maar aan de andere kant vind ik het ook wel leuk om heel hard te staan. En zou iedereen het kunnen spelen? Het is een vrij toegankelijke sport. Voor heel veel handicaps is er wel een mogelijkheid om tafeltennis te spelen vanuit een rolstoel. En er zijn heel veel kleine mogelijkheden om het toch wat makkelijker te maken. Zo speel ik zelf bijvoorbeeld met een band om mijn hand. Waardoor, ook als je wel windengrippen hebt, is eigenlijk voor zulke soort dingen zijn wel oplossingen te bedenken. Dus het is hartstikke toegankelijk. Een makkelijke sport. Het is echt een combinatie van een beetje nadenken over wat je doet en een tactisch spelletje. Heb je iets bijzonders nodig om deze sport te kunnen doen? Bijvoorbeeld de spotrol? Eigenlijk heb je alleen een goede motivatie nodig. Rolstoel ligt er heel klein beetje aan hoe je huidige rolstoel momenteel is. Soms kan een extra kussentje helpen dat je net wat hoger zit. Een sportrolstoel kan handig zijn als je het echt... Als je vol voor de sport gaat, maar het is zeker niet verplicht. Je kan ook met een huidige ADL-rolstoel of elektrische rolstoel. Okay. En waar kun je je aanmelden als je dit leuk zou vinden? Aanmelden kan via de website van Tiels of via Unique Sport. Dan kun je contact hebben.